Oeh. Oh ja. Erg lekker. De worstjes zijn klaar. Wauw. Dit is een gasfles, mannen. Sommige barbecues gebruiken gas in plaats van houtskool om hun heerlijke worstjes op te bereiden. Moet je gasflessen niet uit de buurt van vuur houden? Dat klopt, Sam. Als ze te heet worden, dan kunnen ze ontploffen. Is het nou ondertussen al tijd voor de barbecue? En? Wie is de barbecue-kampioen van Piekepolder? Oh, het is zo moeilijk om te kiezen. Ik heb nog steeds honger. Zal ik nog meer eten, zodat ik zeker weet wat het allerlekkerste is? Wij lusten ook wel wat. We hebben reuze honger. Geen probleem, hoor. Mijn garnalen zijn veel sneller klaar dan die worstjes van Klaas. Dat zullen we nog wel eens zien. Het gas wat hoger en het gaat nog sneller. Wauw, dat is slim, zeg. Ik kan ook slim zijn. Ik hoef er alleen maar wat houtskool bij te gooien en dan gaat het bij mij ook sneller. Geen probleem, hoor. Ik zet hem gewoon op zijn hoogst. Ik gooi gewoon alle houtskool er in één keer op. En moet je dan eens kijken. Ik zal jou laten zien wie de barbecue-kampioen van Piekepolder is. Klaas, ik geloof dat het iets te veel was. Huh? Oh, oei! Oh. Achteruit, Norbert! Oh, ik ga brandweerman Sam bellen. Oh, door de barbecue van Klaas Kozijn heeft een boom vlam gevat. Er is een barbecuebrand op de picknickplaats. Ik hoop dat jullie vanmorgen allemaal goed hebben opgelet. Nou, Elvis, ik denk dat je je worstjes eerder krijgt dan je dacht. Ik hoop dat er nog wat over is. Jenny, ik denk dat we hier twee slangen voor nodig hebben. Oké, Sam. Oké, Elvis. Draai de kraan open. Sam, kijk, er staat een gasfles onder en die zou wel eens kunnen ontploffen. Goed gezien, Elvis. Hou iedereen op veilige afstand, dan gaan wij nu blussen. Komt in orde, Sam. Wat stond nou? Vliegende vlammen in Vladingen. Dat is natuurlijk dat vliegtuigje weer van Jaap. Oh. Huh? Oké, Sam. Rustig maar, Dolly. Je bent zo weer veilig, hoor. Nou, ga weg! Ja, Harris. Goed zo, Elvis. Oh, hey, een briefje. Oh, nee. Jaap en Norbert zitten vast in een boom. We zorgen dat Tom je gauw naar beneden brengt, Elvis. Jenny, let jij op de kazerne? Ik ga Jaap dat vliegtuigje persoonlijk teruggeven. Ik hou het niet. Niet loslaten! Oh, kijk! Hoera! Volhouden, Norbert. Hij gaan we ze op dezelfde manier redden als we bij Dolly hebben gedaan. Deze keer niet, Elvis. We moeten eerst Norbert redden en dan Jaap. Jij haalt het vangnet, ik de ladder. Oké, Sam. Snel, ik hou het niet lang meer vol, Sam. Laat je maar vallen, Norbert. Wij vangen je op. Dat was leuk. Rustig maar, Jaap. We hebben je zo weer beneden. Dank je, Sam. Volgens mij is dit van jou, Jaap Jansen. Ja. Nou,
Omdat je het dit keer goed hebt gebruikt, zullen we het er verder maar niet meer over hebben, hè? Oh, dank u, brandweercommandant Staal. Ja, het was erg dapper om het naar Piekenpolder te vliegen. Ook al wisten jullie dat jullie in de narigheid konden komen. En je was een prima piloot. Bijna net zo goed als ik toen ik commandant Staal... Oeps. Aha, als ik het niet dacht. Ik leerde Jaap alleen maar hoe je moest vliegen. Dat is niet waar. Goed, dan zit er nog maar één ding op. Afstandsbediening, Jaap. Bedankt, Norbert. Nu wordt mijn vliegtuig afgepakt. Nee, Jaap. Het is tijd dat iemand jullie laat zien hoe je zo'n ding moet vliegen. Oh, ah, ja. Ah, ja. Ah, ik herinner het me weer. Ja, ja. Dan draait hij. En bukken. Huh? Bukken! Ah. Loslaten. Oh. Oh. Goed gedaan, Norbert Puck. Nou, dat zou niet gebeurd zijn als jij niet zo'n slome slak was, Sarah. Genoeg. Doe het lekker zelf, eigenwijs joch. Bekijk het maar. Goed, ga maar. We hebben je helemaal niet nodig, hè, Wally? Wally? Ik ruik een brandlucht. Huh? Oh nee, de taart. Oh, Norbert. Ik bel brandweerman Sam. Oh, brand in de keuken van de familie Voet. Brand in de keuken van de familie Voet. Ga er zo snel mogelijk naartoe. Goed. Oké. En waar moet ik dit nu in stoppen? De oven, Sam. Hij staat in brand. Geen paniek, Mark. Wij regelen het. Het is een elektrische oven, Elvis. Schakel eerst de stroom uit. Die zit daar. Oké, Sam. Gedaan, Sam. Nou... Ik denk dat de taart nu wel uit de oven kan, Elvis. Oh, nee. Mama's taart. Mijn keuken. Je mag nooit weglopen als een oven aanstaat. Maar ik heb de tijd toch ingesteld? Die was dan duidelijk te lang. Oh, sorry. Het is ook mijn schuld, Sam. Ik had moeten controleren of hij goed was ingesteld. Oh, maar wat moet ik nu met het verrassingsfeestje voor mam? Ik heb alles verkeerd gedaan. Ik was gemeen tegen Mandy en Sarah. Ik wou namelijk dat alles helemaal perfect zou zijn. Kijk, er is nog tijd genoeg. Als wij je mogen helpen. Wij kunnen ook wel helpen, Mandy. Als je maar niet gaat vitten, Norbert. Nee, dat beloof ik. Ik heb honger. Is iedereen in orde? Oh, Sam! Ik zat toch zo in mijn piepzak? Oké. We zetten je terug op de weg. Waar is Klaas? Hij ging hulp zoeken. Het is zo'n hel. Heeft hij de bus verlaten? Ik zal hem wel even bellen. Geen bereik. Klaas kan wel overal zijn. Elvis, maak jij de sleepkabel vast aan de bus? Dan bel ik Tom. Okido, Sam. Tom, hier Sam. Klaas Kozijn is nog buiten. We hebben je nodig om hem te vinden. Geen probleem, Sam. Maar ik moet wel iemand hier bij me hebben. Ik help je graag, Tom. Oké, Sam. We zijn er klaar voor. Maar nu nog de chauffeur.
Ik heb een hond. Een hele grote, hoor. Woef, woef. Oh, tijger. Wat doe jij nou helemaal hier? Daar. Daar beneden. Hij zit vast in het moeras. Goed gezien. Ik denk dat je moet neerlaten met een dubbele harnas, Sam. Ik ben er klaar voor, Tom. Alles goed, Klaas? Ja, tijger hielp me gezelschap. Ik had beter moeten luisteren en bij de bus moeten blijven. Nou, jullie zijn in ieder geval ongedeerd. En ik denk dat we het wilde beest van Piekepolder ook hebben gevangen, hè, Norbert? En nu naar huis. Klaas, waarom kom je niet bij mij en Norbert eten? Dat klinkt goed, dievertje. Allemachtig! Dat is de bus. Hij zit vast op het strand van de inktvisserbaai. Het wordt vloed. Zo snel. Rustig. Jenny en ik nemen Jupiter. Jij belt Tom en stuurt hem alvast daar naartoe. Dat komt voor mekaar, Sam. Goed gedaan, Elvis. Goed gedaan. Jij wordt nog wel eens een goede commandant. Brandweercommandant Chris Pijn. Dat klinkt te gek. Als we nou eens gaan zwemmen? Absoluut niet. Dat is veel te riskant. We blijven zitten en wachten op hulp. Na 200 meter blijf zitten en... Mensen rustig blijven. Sam is onderweg. Oh, mijn buik. Is hij misschien zeeziek? Oh, mijn arme lieve schattenbout. Aha! En daar hebben we Tom. Alles komt goed. Sam voor Tom. Hallo, Sam. Gebruik de lier. De bus is bijna onder water. Iedereen moet er zo snel mogelijk af. Geen probleem. Ik laat het dubbele harnas zakken. Okido, Wendy. Jij eerst. Niet bang zijn, hè? Bang zijn? Dit is geweldig. Heel goed, Tom. Rustig aan. Cool. Ik ga terug voor de anderen. Iedereen is zo in veiligheid. Uitstekend, Sam. Oké. Dit was de laatste, Tom. Goed gedaan. Dank je, Sam. Over en uit. Dat stomme satellietnavigatiesysteem. Dit is vast een fout in of zo. Zie je nou wel? Al die nieuwe wetse prularia is niet te vertrouwen. Maar we zouden nooit gered zijn als we geen mobieltje hadden gehad. Mobieltjes zijn natuurlijk wel te vertrouwen. En onze walkie-talkies dan, commandant? Met uitzondering van mobieltjes en walkie-talkies, is duidelijk. En die computer dan, die bij jullie op de kazerne staat? Tuurlijk, ja. Oh, ik denk dat sommige speeltjes wel hun nut kunnen hebben. Tenzij ze kuren vertonen en je in de problemen brengen. Och, het spijt me, commandant Staal. Misschien hadden we toch die goede oude kaart moeten pakken. Oh, ja. Wil je een wens doen? Oké. Daar gaat-ie. En? Wat heb je gewenst? Oh, dat kan ik niet zeggen, hoor. Daar komt de wens niet uit. Ah, doe nou! Nee. Je moet het me zeggen. Zeg haar nou gewoon wat je gewenst hebt en haal me hier uit! Hij praat! De wensput praat! Ik ben een boom! Ik zit vast! Norbert! Ik ga meteen brandweerman Sam bellen.
Albert Puk zit vast in de oude put. Norbert zit vast in de put bij het wandelpad. Zo snel als je kunt erheen, Sam. Misschien zit hij zonder eten. We kunnen het frame niet gebruiken om ons te laten zakken. Die staat nog op de oevertoren. We hebben geen tijd meer om die te pakken. Dan zul je in de put moeten abseilen, Sam. Succes, man. Hier, Norbert. Hier heb je wat vitamine. Dank je, Bob. We zijn er bijna. Daar is Sam! Hij is er! Haal hem eruit, Sam! Oh, alsjeblieft! Natuurlijk doen we dat, Diewertje. Oké, Jenny. Maak het touw vast aan die paal daar. Ik kijk bij Norbert. Oké, Norbert. Ik kom abseilen de put in om je te halen. Okido, Sam. Doe je wel voorzichtig, Sam. Oh, wat is hij toch dapper. Oh, nou heb ik al het geld laten vallen. Laat dat maar zitten, Norbert. Wat deed jij daar in die put, Norbert? Het spijt me, mam. Ik kon niet wachten tot mijn verjaardag voor een nieuw skateboard. En toen ik hoorde dat de put vol met centen lag, dacht ik, dan koop ik daar een nieuwe van. Oh, wat ben jij toch een ongeduldige jongen, Norbert Puk. Ik weet het. Sorry. Maar mam, ik was ook zo gek op mijn skateboard. En daarom kocht ik dit. Wow! Dankjewel, Klaas. Maar op twee voorwaarden. Niet spelen in de put. En niet skaten in de winkel van je moeder. Dat is goed. Ik beloof het. Wat? Daarboven? Ja, veel beter dan van achter dat stomme touw. Veel te ver weg. Oh. Dit is een noodgeval. Er is een enorme brand. Maar gelukkig, daar komen Sam, Jenny en Elvis om te blussen. Wauw, dit is machtig. Schuif eens op, Jaap. We gaan wat dichterbij zitten. Ik durf niet te bewegen. Hebben luchtversterking nodig. Haha, daar is Tom met zijn helikopter. Ik heb je, Jaap. Die zit in de problemen. Elvis, we gebruiken de ladder van Jupiter hiervoor. Oh, dat is mijn Norbert! En mijn Jaap! Oh. Oké, we hebben jullie zo weer beneden, jongens. In een harnas van spijt, dames en heren, is hier Norbert Puk. Oh, wat was je daarboven aan het doen? Ja, Jaap? Sorry. Het was mijn idee. Ik dacht dat we daar vandaan de reddingsactie beter konden zien. Jullie werden de reddingsactie. En begrijp je het nu? Waarom veiligheid hier voorop staat? Brandweerkazernes kunnen gevaarlijk zijn voor kleine jochies. Wat fijn, commandant. Uw open dag was een geweldig succes. Ja. Yeah. Radar heeft helaas flink te pakken gehad. Ik vraag me af van wie die is.
Deze laars is van u, baas. Van mij? Mijn laarzen gebruikt? Wat? Crispijne! Sorry, commandant. Elvis maakt even een ommetje. Oh. Oh. Ik weet zeker dat Jenny en Elvis hem zullen vinden. Ik blijf hier. Oh, en ik hou je gezelschap. Oh, heel aardig, Klaas. Maar Norbert heeft me nodig. Ik wil met jullie mee. Oké, die weet je. Maar dan moet je wel een reddingsvest aan doen. Jenny voor Sam. Ik heb je hulp nodig. Norbert Puck is het water opgegaan. Ik denk richting weilanden. Goed. Ik blijf dus hier. En kijk ook uit naar tijgers, Sam. Doe ik, Brenda. Komt goed. Oké. Iedereen aan boord. Aan de kant, tijger. Straks zijn we allemaal weer veilig thuis. Zo, allemaal stilzitten, hè? Help! Help! Oh, mannetje, kom terug! Jongen, overboord! Zullen we het ergens anders gaan proberen, Sam? Niet nodig. Kijk, daar beneden. Sam voor Jenny. Norbert zit in Breukersveld. Hij is in het water. Ga er snel heen. Doe ik, Sam. Mam! 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 Oh, mijn schattenboutje toch. Zo, je bent weer veilig, Norbert. Waar is Volletje? Oh, fijn. Je had dus gewoon binnen moeten blijven, jongeman. Een overstroming is levensgevaarlijk. Sorry, brandweercommandant Staal. Ja, maar het was wel heel dapper van je om Tijger, Wolletje en Schapenkind te redden. Ja, dat was het zeker. Niet waar, Tijger? Ook al moesten we uiteindelijk jou redden. Hatsje! Heeft iemand misschien mijn vissersboot gezien? Nee. Maar nu het water weer gezakt is, kunnen we die gaan zoeken. Ja, en dan kan er ieder weer terug naar zijn eigen huis. Of stal. Ik denk niet dat we lang hoeven te zoeken, hoor. Die vissersboot is zo groot, die zie je zo. Gelukkig zeg, daar is Tom al. Daar is brandweerman Sam! Het is Jenny! Ze zit vast op de rots! Je moet haar helpen! Rustig maar, Mandy. Het komt goed. Tom, laat het harnas zakken. In orde, Sam. Komt er al aan. Let maar op. Oké, Tom. Nu omhoog. Rustig. Hoera! Nee! Goed gedaan, Sam. Wat een geluk dat jij deze fakkel hebt gevonden, Mandy. En goed dat je hem niet hebt afgestoken. Gefeliciteerd, Mandy. Je bent een held. Ik heb direct tegen haar gezegd dat ze hem niet moest afsteken. Echt waar. Ik zeg maar zo, het is tenslotte geen vuurwerk. Wat ik nog steeds niet snap, is hoe die fakkel hier nou is verdwenen. Het is een compleet raadsel, vind je niet? Dat is het antwoord op jouw raadsel, Tom. Snuffy houdt echt van slepen. Hé,
Ben. Ben ik geniaal of ben ik geniaal? Maar je kan zien waar de tomaten vastgeplakt zitten. Geen punt. Als je hem maar achter iets groots en afschuwelijks verstopt. En ik weet precies waar achter. Oh, wat een plaatje, hè? En kijk eens wat een enorm gat die achterlaat. Ga je de compost nog omscheppen, pap? Want Sam heeft gezegd dat we... Niet nu, Mandy. Ik heb het veel te druk. Het is tijd dat de bloemen- en groenteshow gaat beginnen. Oh, moet je nou kijken? Oh, ja. Sorry, mevrouwtje Tomaatje. Ik denk niet dat we de eerste prijs gaan winnen. Goedemiddag allemaal, ja. Waar is mijn tomatenplant, Elvis? Ah, nou, ik heb haar in de schaduw gezet, zodat ze niet uitdroogt. Oeh, slim bedacht, Crispijn. Hallo allemaal. En waar zullen we onze waterkers neerzetten, Mark? Hier graag, Brenda. Wanneer komt Sam om te jureren? Hij was de brandslangen nog aan het oprollen, maar hij komt er zo aan. Oké, kom erbij allemaal. Ik heet u allemaal welkom bij mijn bloemen- en groenteshow. Dank u. Het heeft me heel wat voorbereidingstijd gekost en ik zeg dan ook met trots. Pap, de composthoop. Nu even niet, Mandy. Ik zeg dan ook met trots dat al mijn harde werken... Pap, kijk, het brandt. Oh, wat verschrikkelijk! Oh, mijn brandweerman Sam! De composthoop staat in brand bij voet. We zijn maar met z'n tweeën, Sam. De anderen zijn naar de bloemen- en groenteshow. Daar gaan wij ook naartoe. Achteruit allemaal, wacht op de echte hulp. Sam en Jenny zijn onderweg. Daar heb je ze al. Het is goed. Je bent zo weer terug waar je thuis hoort. We gaan beginnen, Mandy. Ontkoppel het harnas. Dag hoor, kleine walvis. Dank je, Tom. Komt het wel weer goed met hem, Sam? Vast wel, nu die weer thuis is waar hij hoort. Graag gedaan, Mandy. Oké, Mandy. Laten we naar mijn huis gaan en kijken wie de meeste zeebeestjes heeft. Alsof we dat al niet weten. Wat willen jullie doen? Nou, maar ze kunnen toch niet praten, Mandy? Hoe weet jij dat nou? Daar gaan jullie. Terug naar waar jullie horen. Hallo? Ik ben nog steeds de winnaar, oké? Wat jij wilt! Eindelijk!
Een mooie foto van de Piekenpolder brandweerbrigade. Sorry allemaal. Ik geloof dat het rolletje vol is. Maar je had er vanmorgen toch een nieuw rolletje in gedaan? Waar heb je dan allemaal foto's van gemaakt, Klaas? Ik heb foto's gemaakt van... Er is telefoon. De benzine is op. Maar goed dat ik altijd een extra jerrycan mee heb. Haal hem binnen, commandant Staal. Blooms-alarm. Brand! Achteruit, Karel. Ik beveel het omgeving. Alsjeblieft, richt hem op de vuurhaard. Heel goed, Karel. De motor is verbrand. Dan moeten we maar bellen voor hulp. Brand op zee? Karel en commandant Staal in de problemen? Jij gaat met mij mee, Jenny. Elvis, jij blijft hier in bemante kazerne. Er is brand op zee. Oké, Sam. Succes! Recht vooruit, Jenny. Hou je vast, Sam. Hallo, Karel. Wat is er gebeurd? Het is allemaal mijn schuld, Sam. Al bent u niet de beste zeeman ter wereld, maar toen iemand het hoofd koel moest houden, was u de juiste man. Oh? En het lijkt erop dat u beet heeft. Wat een kanjer. Ja, en hij stribbelde behoorlijk tegen. Waarom neem je de vis niet mee naar het café? We hebben genoeg voor iedereen. Oh, dat is een goed idee. Ik heb Elvis gebeld. Hij zei dat er een noodgeval was. Ik ben klaar en beschikbaar. Er is brand bij Mark Voet thuis. Er is brand bij Mark Voet thuis. Ga er snel naartoe. Heeft het te maken met het kampvuur, commandant? Ik denk het wel. Ik vrees dat het te hard ging. We zouden er na het werk toch naartoe gaan, hè, baas? Ja, dus dan kan ik net zo goed meegaan, is niet? Sam! Is het het kampvuur, Mark? Nee, het is in de woonkamer. Gasmaskers op, mannen. Alles onder controle. Gelukkig was het niet erg. Dank je, Sam. Bedankt, hoor, Sam. Hoe is het eigenlijk begonnen?
Het was mijn schuld. Ik legde een doek over de pompoen, zodat het op het spook van Piekepolder zou lijken. Om eerlijk te zijn, liet ik de kaars branden. Laat nooit een kaars branden als je weggaat. En leg helemaal geen doek over een vlam. Het spijt me. Het was echt geen opzet. Ik wilde alleen maar de bankmaakwedstrijd winnen. Meer niet. Het was een ongeluk, Norbert. Geen zorgen. Maar het vuur heeft wel voor een hoop rommel gezorgd. Ik maak het allemaal schoon. Ik help. Ik ook. Laten we allemaal gaan helpen. Ach, dat zou geweldig zijn. Onthoud nou eens, Norbert. Alles heeft zijn tijd en alles heeft zijn plaats. Oké, Sam. Dat beloof ik. We hebben geloof ik een winnaar. Norbert en Mandy in de problemen? Oh. Radar is alleen teruggekomen bij Nelly Voet. Nelly denkt dat er een ongeluk heeft plaatsgevonden. Radar kennende, is dit vast ernstig. Zeg tegen Nelly dat ze radar daar houdt. We zijn er zo. Wow, dat ging net goed. Zouden die schapen misschien met het ongeval te maken hebben? Weet je ook waar Mandy en Norbert naartoe gingen, Nelly? Mandy had het over de wei. We moeten radar volgen. Ik neem de ambulance voor als er iemand gewond is. Dus van Mark. Goed gedaan, Radar. Goed gedaan. Mark, is alles goed? Alles is goed, Nelly. Ik kan er alleen niet uit. Wist jij al dat die deur klemt? Oh, Mark. Oké, allemaal ruim afstand houden. Jenny, ga met de brandslang bij de bus staan voor het geval die in brandbocht vliegen. We moeten je losknippen, Mark. Jenny, pak de superkniptang. Wat is er gebeurd? Ik denk dat het iets met die loslopende schapen te maken heeft. Ja, ik heb geprobeerd om ze hun hok in te drijven. Met radar zeker. Ik zei toch, het is geen schaapshond. Weet ik. Kom, Mark. Geef me je hand. Oh, dank je, Sam. Jongen. Ik heb er toch zo'n spijt van. Ik wil de kazerne. En vertel ze over de schapen. En? Goed nieuws. Mark Voet had een ongeval, maar hij is gered. Goed gedaan, verrader, hè? Wat een held. Sam zei ook nog iets over loslopende schapen. Zeg, baas, mijn hik, het is over. Mark zei al dat schikken zou helpen. Oh, nee. Het wordt niks. Ik breng iedereen in gevaar. Baas, maar ik ben te ziek voor deze redding. U moet Sam ophalen. Oké, Jenny. Blijf waar je bent. Er is hulp onderweg. Elvis, zeg tegen Tom dat hij de helikopter naar de kade brengt. Ik zorg dat Sam daar ook is. Doe ik, baas. Sam? Ja, commandant? Dat was snel. Brandweerman Sam meldt zich, commandant. Wat is het noodgeval? Waarom ligt Neptune stil? Er is iets mis.
Wat is er, Jenny? Ben je gewond? Nee, maar ik denk wel dat ik koorts heb. Eerst moet je hier weg. Excuses voor de vertraging. Jenny is ziek geworden. Is het ernstig? Maak je maar niet ongerust. Nou, laten we nu de schroef vrijmaken. Dan sleep ik je weer terug naar de wal. Het spijt me zo. Ik had vandaag thuis moeten blijven. Hoewel ik je plichtsbesef waardeer, nam je veel risico door jezelf en anderen in gevaar te brengen. Weet ik. Ik zal het niet meer doen, baas. En het spijt me, Sam, dat ik je vrije dag verknald heb. Ach, ik was toch al onderweg. Het is moeilijk om thuis te blijven als je de beste baan van de wereld hebt. Daar heb je gelijk in, Sam. Gezondheid. Gezondheid. Wacht, ik heb nog geen opdracht gegeven. Dit wil ik wel eens uitproberen. Gelukkig, daar ben je weer, Sam. Wauw, kijk toch eens, wat een rook. Het ruikt of er wat schroeit. Elvis, schakel de stroom uit. Oké, Sam. Toch jammer dat niet alle branden zo lekker ruiken, hè Jenny? En, heb je al je klusjes gedaan, Sam? Nee, nog niet. Maar ik heb Mark van het dak gered, een rijdende bus gestopt, Norbert uit het cement gehaald, met de skateboard helemaal naar de kazerne geskate om alarm te slaan en ik heb een brand geblust. Dus daarom hadden we hier vandaag helemaal niks te doen. Ja, Sam heeft alles opgeknapt. Ach, je weet wat ze zeggen. Een goede brandweerman heeft nooit een vrije dag. Oh, Sam, we hebben het er even over gehad. Omdat jij op jouw vrije dag ons geholpen hebt, willen we jou nu helpen. Ik schilder je voordeur, Sam, met alle plezier. En ik doe al het strijkwerk. En Norbert hier gaat de tuin schoffelen de komende 3 maanden. Oh, Mam. Dat is geweldig. Dank jullie wel. Brandweerman Sam, krijg ik nu mijn skateboard weer terug? Je skateboard. Was ik door alle opwinding vergeten. Weet je, ik ren terug naar de kazerne. Help me! Ik kan niet stoppen! Zoals ik al zei, een goede brandweerman heeft nooit een vrije dag. Rustig, commandant. Ik kom u redden. Ja. Oh, dank je, Sam. Misschien in het vervolg de handrem gebruiken, Mark? Zo is het goed. Kijk eens, de poster is af, Norbert. Voor je raketlancering. Mooi. Hang de posters maar overal in de stad op. Iedereen moet mijn raketlancering kunnen zien. Goed. Zet voorzichtig de neuskegel op zijn plek. Geniaal! Alles goed en wel hoor met die raket als hij omhoog gaat. Maar wat gebeurt er als hij terugkomt? Hij kan overal neerkomen. Rustig maar, Diewertje. De raket van Mark heeft een parachute om te landen. Hij heeft werkelijk overal aan gedacht. Ik dacht dat de raket van Mark was, niet van Norbert. Nee, pap. Norbert heeft ook een raket gemaakt die nog groter is dan die van Mark. Nog groter? Dat mogen we niet missen. Ik zal er zijn. Jaap Jansen, wat heb jij daar op mijn schone raam geplakt? Een poster voor Norberts raketlancering, mevrouw Puk. Oh, deze stad heeft een raketkoorts. Dacht het dus niet, Norbert. Jij gaat niet zomaar in het wilde weg raketten lanceren. Oh,
Dat is nou jammer, mam. Ik wilde u juist de lanceerknop in laten drukken. Oh, de lanceerknop? Precies. Net zoals de koningin bij een schip doet. Oh, als de koningin? Oh, wat een eer, zeg. Ik begrijp niet waar iedereen is. Ik dacht dat ze allemaal wel wilden zien hoe de voetvlieger de ruimte in zou gaan. Dan wachten we toch nog even. We kunnen niet te lang wachten, Elvis. We hebben hier Jupiter, Venus en Nelly met de ambulance. Wat als er ergens anders een noodgeval is? Rustig maar, pap. Ik weet zeker dat ze er zo aankomen. Oh, hij is niet zo groot. Ik had hem veel groter verwacht. Je weet maar nooit. Iedereen een stukje naar achteren. Kom op, mam. Druk maar op deze knop. Ik noem deze raket Pinkepolder 1. Veilige landing. Oh, mijn slimme Norbert. En wanneer gaat de kleine parachute open? Als alles maar goed gaat met Mark. We moeten samen nog een duet zingen. Maak je niet druk, Elvis. Er is vast niks met hem aan de hand. Kom maar mee. Goed. Zit hij hierachter? Oké, Mark. Ga zo ver mogelijk achteruit. Ik sla de deur in met mijn bijl. Ga je gang, Sam. Tijger, spring hierin. Dan blijf je droog. Ga je het water niet afsluiten? Of eerst de pomp halen? Eén ding tegelijk. We moeten eerst weten of Mark wel veilig is. Mark, ben je ver genoeg weg van de deur? Ik denk het wel, Sam. Pak mijn hand, Mark. Bravo, Sam. Oh, tijger is gered. Je bleef heel rustig. En je deed één ding tegelijk. Oh, ik wou dat ik dat gedaan had. Dan had ik nou niet zo'n troep gemaakt. Geef niet. Je bent weer veilig. Ja, dank je, brandweerman Sam. Kom op, Mark. Laten we ons duet gaan zingen. Wacht eens even, Elvis. Eén ding tegelijk, weet je nog? Ja, ik ga de hoofdkraan afsluiten. Elvis, ga mee de pomp halen om al het water weg te pompen. En ik moet nog een dametje in nood uit de kast halen. Daarna kunnen we allemaal naar de kade om naar Elvis en Mark te luisteren. Flip, flop, ik voel me weer top. Flop, flip en ik voel me tip. Flip, flap, zing ik hier voor de grap. We doen de flip, flap en de flip, flap, flop. Hoera! Hoera! Goed zo, jongens! Goed zo, mannen. Ja hoor, ik heb een extra dik vest aangetrokken vandaag. Oh, ik moet niet gaan, mam. Oh, Norbert zit met zijn hoofd vast in een hek. Ik ben er bijna, Mark. Rustig, geen haast, wel snel. Rustig aan, hoor. Wat is dat? Alweer een noodgeval? Een jongen met zijn hoofd vast in een hek. Geen paniek, dit kan ik wel in mijn eentje af. Tenzij je me eigenlijk hier nodig hebt. Nee, ga maar, baas. Wij redden ons hier wel. Pap is gered! Hij is gered! Oh, dank je, Sam. Oh, dank je, Sam. Voor we naar beneden gaan, kan ik nog even mijn antenne goed hangen? Laat mij door. Geef de commandant eens wat ruimte. Norbert Buck. Had ik kunnen weten. Hallo, brandweercommandant Staal. Help mijn jongen nou toch. Denkt u dat u hem kunt bevrijden? Achteruit allemaal en geef hem wat ruimte, graag.
Dit doet mij denken aan een jongen die met zijn hoofd vast zat in het duinhek. Maar hij zat weer vast op deze manier. Zo. Nee. Help me. Nee, ik zit vast. Ja, trek me eruit. Nee, niet daar. Het zijn zijn oren, zie je? Ze zijn groter dan die van mij. Dit is belachelijk. Waar blijft de echte hulp? Het is een nare dag. Sinds de zon voor me scheen, viel ik eerst in bad, toen over de kat. Toen brok ik mijn been. Wat? Brandweercommandant Staal zit ook met zijn hoofd vast in een hek. Maar Sam en Jenny zijn nog niet terug. Ik ben de enige hier. Ik kan helemaal niks doen. Ofwel, iemand is in nood. Ik moet toch iets kunnen doen. Tuta. Hé, hey, dat zal jullie hebben. Dat is Elvis. Crispijn. Meld me voor dienst. Klaar en beschikbaar. Oh, grutjes. Geen probleem. Ik heb je er zo uit. Klaas, pak de pneumatische pomp. Hij ligt achter in Venus. Oké, Elvis. Wij zaten goed. Oh, het spijt me, Sam. We zijn weer de laatste. De race is nog niet voorbij, Duwertje. Wie weet wat er nog gebeurt. Oh, dit voelt niet goed. Laten we teruggaan. Wat? En verliezen? Maar ik heb toch aldoor al gezegd dat ik die beker zal gaan winnen, Mandy? Oh! Au! Wat is er? Mijn voet. Die doet pijn. Ik krijg het niet los. We moeten om hulp roepen. Help! Dat klinkt als mijn Norbert. Het komt daar vandaan. De prijzen zijn top in Dimmetje Shop. De prijzen zijn top in Dimmetje Shop. Norbert, alles goed met je? Oh, het doet toch zo'n pijn, mam? Zijn jullie verdwaald? We zijn helemaal niet verdwaald. Maar als jullie niet verdwaald zijn, dan... Norbert Buck! Jij was toch niet aan het vals spelen? Wel, mam. Ik krijg die knoop niet los. En ik heb geen mobieltje. We moeten hulp halen. Oh, dat gaat weken duren. Niet met het humeur dat ik nu heb, Norbert. Kom op, Sam. Zet je beste beentje voor. De prijzen zijn top. Dimmetje Shop. De prijzen zijn top. Dimmetje Shop. De prijzen zijn top. Klikspaan. Vuilspeler. En we kunnen ze nu elk moment zien binnenkomen. Daar zijn Elvis en Mark op de hielen gezeten door Sarah en Jaap. Of wat? Sam en Dimmetje. Dit ziet eruit als een nek aan nek. Dit wordt een fotofinish. Maar wacht, wat is dit nou? Sam en Dimmetje, de driebenige snelheidsduivel... Kijk, zes vlammen! Haha, het is een geluk! Wat een race! Fantastisch, Duwertje en Sam! De beker moet wachten, commandant. We hebben een noodgeval op de hei. Wat? Norbert heeft zijn enkel verstuikt. Ik zal Tom wel zeggen dat hij er ook naartoe moet gaan. Oké, Norbert. Je gaat een tochtje maken. Oh, dank je, Sam. Dat is niet eerlijk. Norbert speelt vals en mag mee met de helikopter. Rustig maar. Spring er maar in, Mandy. Oh. Cool. Stel brand hem aan, Sam. Nee, er is brand in de keuken van Mark Voet.
in de keuken bij Markvloed. Ga er zo snel mogelijk heen. Oh ja, ze zijn onderweg bij Jupiter. Dus ik ben net een echte brandweerman. Dankzij mijn radio. Staal voor Jupiter. Ah, daar gaat hij weer. Jupiter. Ik weet niet of je wel moet luisteren. Hoor je me? De keuken van Markvloed staat in brand. Je moet er zo snel mogelijk naartoe. We zijn onderweg, baas. Brandweerman Jaap, snel te hulp. Het is een echte brand. En misschien is Mark nog binnen. Ik moet hem waarschuwen. Oh, nee. Mark! Ja, brandweercommandant Staal. Ik sta veilig buiten. Oh, goed zo. En niet weer naar binnen gaan. Dat kan heel gevaarlijk zijn. Oh, Mark. Heb jij Jaap soms gezien? Nee, Sarah. Waar is hij? Oh, nee. Geen paniek. Daar is brandweerman Sam. Wie weet wel wat hij moet doen. Brandweerman Sam? Jaap is daar binnen. Wat? We hebben geen tijd te verliezen. Ja, daar zit je. In de woonkamer. Ik zie niks meer. Elvis, schakel de stroom uit. Ik haal Jaap. Jaap, pak mijn hand. Ik leid je naar buiten. Oh ja, geweldig! Zo, de brand is geblust, hoor. Bedankt, Sam. Ik zal nooit meer naar zo'n brandweerradio luisteren. Ah, dus daardoor was jij ons elke keer een stap voor. Je gebruikte een brandweerradio. Het spijt me. Ik wou zo graag brandweerman worden, net als jij. Maar nu hoeft het van mij niet meer. Niet zo snel opgeven, Jaap. Een dappere knul als jij kan later een heel goede brandweerman worden. Echt waar? Ja, je moet alleen eerst goed getraind worden. Misschien kun je tot die tijd wat meehelpen in de kazerne. Ja! Als je vast zit, roep hem dan. Want hij helpt zo goed hij kan. Want hij staat altijd paraat. Brandweerman Sam, en hij is heel accuraat. Brandweerman Sam, hoe kort zijn nachtrust ook duurt. Sam is de held van de buurt.